the way I feel it seeping all over me. This must be underwater love, the way I feel it. Goedemorgen. Goedemorgen. Jullie komen voor de knalvissen. Dat klopt. Ja, nou, kom binnen. This is it, underwater love. It is so deep, so beautiful and liquid. Dit zijn de knabbelvissen, ook wel doktervis of Gararoevevis genoemd. Ze komen uit Irak, Iran en uit Noord-Turkije. Nou, ze draaien handen erin doet. Dan knabbelen ze dus de dode huidcellen van de huid, maar laten wel de onderliggende huid met rust. Hoe voelt dit nou? Nou, dit kriebelt aardig, maar ja, wel lekker. Ja. Het is wel heel apart dat die vissen zo op je handen zitten gitten, te knabbelen. Ja. Dit voor jou makkelijk geld verdienen. Dit is aquarium wel zetten en op de bank zitten en klaar is Kees. Ja, doe maar. Nou, inderdaad. Ja. Vind je het leuk om het ook te proberen? Prima. Ja? Nou, mag je plaatsnemen en het gevoel zelf ervaren. En we zullen eens kijken of ze honger hebben. Dit is al wel een beetje spannend. Nou, hoe voelt dat nou? Zeer bizar. Er komen nogal een soort op. Oh, ik had er net een volle derenhoed, hoop ik. Dat ligt eraan als je de handen wel eens krupt. Ik moet eerlijk bekennen, dat had ik nog nooit hier. Nou, dan zullen ze zeker heel erg honger hebben. Dus dankzij mij kunnen ze wel weer een week vooruit. Nou, een week niet, maar ze kunnen wel weer, denk ik, een paar dagen vooruit. Ja. Nou, zit ik niet zo te denken. Ik ben nogal een fanatiek roker. Ja? Ze krijgen toch geen nicotinevergiftiging, hoop ik. Nee hoor, dat valt ontzettend mee. Ik denk dat ze daar wel een beetje omheen bijten. The way I feel it slipping all over me. This must be underwater love. The way I feel it. Ze vinden je wel erg lekker. Oh.